daar trok Sinterklaas. Hé, mooi. Dat is weer een zak vol mee terug naar Spanje. Dat is weer een zak vol mee spulletjes. Hey, ik ben wel vergeten, want we hebben natuurlijk hele dure jingles voor deze gein allemaal klaarstaan. Uh-huh. Laten we eens beginnen met het volgende. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Hey, Grabbelton nieuws. Ja, jongens, Marcel is er niet, dus wie gaat de NAC-jeugdprogramma even doen? Ik zal het even overnemen van hem. Fijn. We beginnen met de onder 11, die moet tegen ADO Den Haag op Sportpark Eksveel. Oh. Onder 12 tegen VVV Venlo, tevens ook op Sportpark Eksveel. Dus kun je gewoon blijven. Hey, fijn. Makkelijk. Beach pakken. Lekker. Frietje eten. Lekker tosti. Tosti. Ja. Tosti. Ja. Laat je de vrouw boodschappen doen ondertussen. Kom helemaal goed. Ja. Even kijken. De 113 tegen PEC Zwolle. Nou, ook op Eksveel. Eksveel. Wat druk. Zo. Drie ploegen achter elkaar. Zo. Onder 14 tegen de Graafschap op Sportpark de Bezelhorst. Bezelhorst. Kijk. Mooi naam. En de onder 15 tegen FC Volendam in het Krasstadion op de Dijk. Klasse. En de onder 16 mag denk ik voor het laatst ooit naar FC Dordrecht. Oké. Ja. En die gaan trouwens een tafel voetballen volgens mij. Want die staat waar? In het jeugdhome. Het jeugdhome. FC Dordrecht. Dat is gewoon de bingo. Dat is gewoon bingo. Dat is gewoon plaatjes ruilen, zeg maar. Red Dordrecht de winter door. Voetbalkwartetten of zo. Ja. Okay, de onder 19 speelt tegen PSV ook op Eksveel. Ja. 14:30. Ja. En de Jong NAC speelt tegen FC Den Bosch op een maandag 9 december in stadion De Vliert. Om 18:30. Mooi man. Bent erbij. Om toch maar even dan maar op die onder 19 door te gaan, hè, Jori. Ja. Want daar staat toch wel wat te gebeuren daar op Sportpark Eksveel onder 19 tegen PSV om 14:30. Want daar gaat een mooi doekje worden onthuld. Ja, dat is waar. Dat is onze Front 76 boys zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met een mooie sfeeractie voor te bereiden. Een enorm megadoek. Ja. Ja. Heel hard aan gewerkt. Voor jeugdcomplex begrippen is dat enorm. Ja. En het is heel bijzonder wat ze gaan doen. En opgeluisterd door wat randtaferelen. Dat is wel toevertrouwd aan die jongens. Dat denk ik wel. Ja, ik vraag me af of het überhaupt ooit een keer is gedaan. Zo'n groot doek bij een jeugd. Ja, in ieder geval bij NAC. Ik kan me in ieder geval niet goed herinneren wat bij andere clubs doen. Ik weet wel dat wij overmatig betrokken zijn als supporters bij de lagere elftallen. Wat bij je doorgaans alleen zeg maar bij de topclubs ziet. Zeg maar, die zo'n grote aanhang hebben dat ze een kaartje voor het stadion te duur vinden. En dan maar naar de jeugd gaan of zo. Dat gebeurt. Ja, dat kan. Ja, zeker. En met de Kroost. Om kennis te maken met de club. En van NAC-begrippen is dit vrij nieuw. Denk het wel. We zijn er al jaren bij met spandoeken. Maar deze manier is vrij nieuw. We hebben er een paar keer van dichtbij gezien in Jury. In de loods het resultaat tussen het begin, het halverwege en het eindresultaat. En heel veel werk ingezeten. We zijn er misschien wel 3 weken bezig geweest. Want we weten met de loco's maken we wel eens doeken met een flink detailniveau. Maar Front 76 hebben dat wel eventjes een niveautje omhoog gekrikt. Ze hebben het best goed gedaan. Ik raad iedereen wel echt aan om te komen kijken. Want het is schilderen met Ravensburger. Maar ook echt op dat kleine schaalniveau van heel klein. Color by numbers. Zoals dat ook echt op die kleine schilderijtjes was. Man, het is zo'n kleurverloop. Het is echt verbluffend. En hopelijk kunnen we daar goed en lang genoeg van genieten. Komende zaterdag kom daar ook echt kijken. Toegang is gratis. Wat Jury zegt, tosti's zijn overheerlijk en de pilsjes zijn niet duur. Niet duur. En, het is vanuit de kantine allemaal heel goed te zien. En hopelijk sluiten ze dit ook af met een positief resultaat. Zou mooi zijn. PSV. Want ik zie er een naam voor jou. Oh ja, dat is er ook eentje. Volgende puntje. Want dat gaat over Omar Mekaoui. Mekaoui. En hij mag mee op stage bij de KNVB. En dat doet hij al voor de zoveelste keer. Ja. Speler van NAC onder 15. Hij is opgeroepen voor een stage van 2 dagen. En in die 2 dagen zal hij voornamelijk gaan trainen. En wordt er 1 wedstrijd gespeeld. Het is weer positief dat er zo'n jongen heel nadrukkelijk bij de Zeist op de radar staat. En daar mogen we best trots op zijn. Ja. En alvast lonkend naar het volgende bericht. Ja. NAC weet het ook steeds beter om die jongens te beschermen. Ja. Tegenover andere clubs. Ja, precies. Het gebeurt steeds vaker dat er aan spelers getrokken worden. Ja. En dat ze dan toch zeggen, nou, ik blijf wel bij NAC.
En dat gebeurt in het volgende item. Appa. Nakpraat, de Grabbelton nieuws. Bruggetje. Hey, netjes, want leg uit. Wat is hier gebeurd op jouw donderdagavond? Nou ja, met die Sierenveld. Dat is wel, dat is vreemd goed nieuws. Ja, dat was wel een verrassing. Want we kenden hem wel van naam. Maar nooit echt goed opgevallen op het veld. Nou, we weten wel dat hij wel wat met de volgers van de NAC onder 19 en het elftallen daarvoor. Die weten wie het is. En dat hij inderdaad wel opvallend presteert. Maar NAC heeft hem weten vasthouden. En weer een Zeeuw, hè? Ja. Dus je hebt Jan-Paul van Hekken en je hebt hem dan. Ja. En er komt een Zeeuwse enclaaf. Ja. Dus dat vind ik positief. Fijn hè, dat de RBC niet meer bestaat. Maar vooral onze vrienden in Roosendaal. Ja, maar ze komen oorspronkelijk een beetje van de JVOZ. Hè. Die zijn nog een beetje. Ja, ze hebben die complex daar, Oost-Soeburg, Vlissingen, zo'n beetje die hoek. En daar vissen wij uit dat vijvertje. En die kiezen dan toch ervoor om naar NAC te gaan. Yassine Azagari was die andere, die ook uit Zeeland komt. Typische Zeeuwse naam. Typische Zeeuwse. Azahari. Mooi gerechtje. De stomme he. Ja. En wat meer? De hulden in de hok als gehoord. Ja. En dat nog meer. Dan Klomp was er ook zo eentje. Hè? Die kwam ook van die JVOZ. Ja. Dus dat is... fijn. Heel goed. Heel goed. Mooie ontwikkeling. En daar zijn we heel content mee. Mooi. 1, 2. Ja. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Ja, dan slaan we het bladje maar eens even om. Ach. Want Jong Nak, die wordt is saai, toch weer... Ja, het ging een beetje saai te worden. Voor de verandering hebben ze weer eens een keer gewonnen. Nee. En wint ook de 9e wedstrijd op rij. Ongeslagen en gewoon alle wedstrijden tot nu toe gewonnen. Ongekend, hè? Ongekend. Ja, straatlengte voor op de nummer 2. Ik weet niet eens wie de nummer 2 is, maar dat is gewoon volkomen onbelangrijk intussen. Want die figureren gewoon in deze pool. Dit is voor mij nooit gebeurd. Dit is... trouwens, is wel leuk om te zeggen op wie wij in straatlengte voor liggen. Want dat is Willem I. Ja. En normaal gesproken zou ik dat gewoon niet hebben vermeld. Maar dit is wel heel fijn. Maar dit is wel heel gunstig. Want NAC staat in pool B. Zover bovenaan dat promotie nagenoeg... daar gaat de KVB nog even bepalen hoe deze opzet verder wordt doorgezet. Maar het ziet er rooskleurig van NAC uit. Maar het is voor dit jonge elftal goed als ze naar een pool of een competitie gaan waar de weerstand intussen weer wat hoger is. Precies. Want de uitdaging begint er wel een beetje uit te gaan. Ze zijn te goed. Ja, maar als je ook naar het elftal kijkt wat voor spelers er allemaal in staan. Dan denk je, dat zijn de afvallende jongens normaal gesproken van het eerste elftal. Maar dan nog denk ik van, dat is een... Het is een fraaie pastel jongens daar. Ja. Ik begin wel echt benieuwd te raken naar die Wout Nelen. Ja. Die mag voor mij wel overgeheveld worden ook naar het eerste. Ja, die was... Kijken wat hij gaat doen. Die was in de eerste seizoen zelf... in de voorbereiding was hij al een aantal keer... eigenlijk noodgedwongen was hij dan na het eerste helft al overgeheveld... bij gebrek aan bek. En dat voelde hij gewoon echt heel goed uit. En hij stond dan op een aantal andere posities ook nog goed. En hij vulde dat echt perfect in. Hij is altijd wat terugslag door... bestuur of overbelasting... ik denk de pitch ging een beetje omhoog qua trainingsniveau bij hem. En dat was wel heel duidelijk te merken. En het is goed voor hem dat hij dat nu weer ten goede weet te keren. Rustig brengen voor de toekomst. Rustig brengen zo'n jongen. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Straatje ex-nakkers, jongens. Ja. Ja, want Skender Loschi. Skender. Die, hadden wij dat al niet eens voorspeld? Ja, volgens mij, we moeten het moment eigenlijk even terughalen. Maar volgens mij zeiden wij ook, die duikt ooit nog een keer op bij... Textiel. Textiel. Ja, want er zat die... Vinnie Vermeer heeft dat ook al een keer een jaartje of anderhalf of zo. Jaar. Ja, buurt geweest. Gelijk de duurste speler van de tweede divisie. Want die streek ook gewoon de 60.000 euro per jaar op. En Skender Loschi die is nou in zijn voetsporen getreden. Ja. Het was een lange zoektocht, hoor, want hij kwam niet overal aan te pas. Volgens mij heeft hij nog bij Topos, FC Den Bosch nog proef gelopen. En die oefenstage liep op niks uit. Uiteindelijk Tech uit Tiel. Ja. En dat was wel een leuk clubje. Dat draait wel redelijk mee in de tweede divisie. Maar daar zit er wel echt iets verkeerd. Hoor. Als je dan, want hij maakte er volgens mij 21, 22 toen dat seizoen in de jongcompetitie. Ja. Bizar veel. Scoren komt hij wel. En dan jong Top Os of jong FC Den Bosch wil je niet hebben. Ja. Dan zit daar echt iets niet goed. Ja. Er is een, ja. En ik hoop dat hij uiteindelijk via Tech dat hij groeit. En dat hij ook gewoon
Ja. Qua ambitie. Dat zijn mindset en zijn ambitie gelijk komen. Want hij denkt dat vooral dat. Ja. Ja. Vooral dat, ja. Inderdaad, want het is geen verkeerde jongen. Het is zeker geen verkeerde voetballer. Nee, absoluut niet. Zijn kwaliteit staan buiten kijf. Dus anders kom je daar niet. Angelino. Ja. Ja, die staat misschien wel voor een terugkeer naar de Eredivisie. Want zowel Ajax als PSV zijn in de interesse om hem definitief over te nemen. En in het miljoenenbal van de Champions League heeft Ajax inderdaad intussen wel weer wat te besteden. En ik denk dat City toch wel lekker wil gaan cashen. Dat lijkt me wel. Ja. Maar ja, of Ajax in de winter voor een linksback zoveel geld gaat neerleggen. Dat gaat niet neerleggen. Ze kunnen het wel. Ze kunnen het wel, ja. Ze hebben echt wel een budget om voor twee... Waar las ik het? Ik weet het niet meer. Om in ieder geval te stunten voor twee flink spelers. Ja. En ik wil niet zeggen dat als jullie nou een groot stuntje is, maar... Als je een speler bij City kan weghalen wat regelmatig in de basis staat, zeg maar... Ja. Dan mag je toch wel rekenen tot een klein stuntje. Maar wat zeker moet het kosten dan? Nou, intussen zijn we voor 5 miljoen als we hem teruggehaald of zo. Of 12 miljoen of zo. Ja, 15. Ja, voor mij is het. Ja, het was in ieder geval. Ze hadden hem voor 5 verkocht aan. Voor 5 verkocht en voor 12 teruggehaald. Voor 12 teruggehaald, ja. Ja? Ja. Nou ja, dan zullen ze daar wel minimaal 25 toch wel voor terug willen. Dat is een mooie handel, toch? Kitching. Ja, dan moeten we eerst de huidige back weg gaan, denk. Want anders gaan ze dat niet doen. Nee. Ach ja. We zien het wel waar die komt. Schiro Dessers is topscorer intussen. Dat was de volgende ex-nagger. Die hebben we straks al besproken. Kees van Wonderen die heeft besloten om zijn functie als assistentsbondcoach bij Ronald Koeman neer te leggen. En dat kwam als een verrassing. Hij was niet happy. Hij doet gewoon niet meer mee. Ik vind het een lastig verhaal. Ja. Waarom dat hij niet meer... Hij was gewoon niet meer happy. Hij kon niet helemaal zijn stoppen. Dan moeten stoppen. Dan moeten we weg. Dan moeten we gewoon er niet meer mee doorgaan. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. En hebben wij al plannen gemaakt hoe wij allemaal met z'n allen naar het Nijkerk gaan? Ja, volgens mij wel. Ja? Is jullie busje ook al vol? Onze bus zit vol. Ja, goed zo. Nee, er zijn 500 kaarten beschikbaar gesteld. En 380, waarvan 380 voor de autocombi, 120 voor de bus. We hebben afgelopen dinsdag, toen de verkoop open ging, hebben we aangeschaft. En toen heb ik stiekem de dag erna nog gekeken. Er waren nog 274 beschikbaar. Nou waren er nog maar een enkele beschikbaar. Ja, kwamen er wat meer. Natuurlijk, de verkoop gaat steeds verder openstaan voor alle andere seizoenkaarthouders. Dus dan gaat het op een gegeven moment een stukje harder. We mogen ervan uitgaan dat die uitverkocht zal raken. Althans, dat lijkt me zeer vanzelfsprekend. Een leuke OED. Dat is krent in de pap. Jammer van die woensdag, maar dat is wel de moeite waard om een middagje voor vrij te nemen. Ik heb toch een vakantie. Ja. Nee, heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem. Via onze website bredanu.nl. Maar we zijn er in ieder geval uit, jongens. Tot volgende week. Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws.